Het is echt mooi gedaan. Gewoon, dit is niet zomaar, man. Heb je dat nooit verteld op je YouTube-kanaal? Jij was echt fucking irritant. Ja. Ik ben vandaag met Femke. Hoi. En het is super lang geleden dat we samen echt een video hebben opgenomen. Letterlijk. Na jaren misschien wel. Ja. Of ben ik nou aan het overdrijven? Nee, ik denk twee jaar geleden, want we hebben nog een stelswap video gedaan. Twee jaar geleden of zo. Ja, dat was alweer bijna uit mijn geheugen. Ja, maar het was ook echt. In ieder geval, het is lang geleden. En vroeger deden we dit echt wekelijks of zo. Ja, maar echt. Ja. Dit is ook echt weer eventjes. Ja. Tiener sentiment, gewoon. Ja. Ja, dit was echt ons leven vroeger. Ja, dit was echt ons leven. Ja. Maar we hebben een sushi mukbang. En we hebben lekker sushi gehaald. Dat is versierd. Het is zo lief. Dat zou je best doen. Ik heb honger. Dus. En we hebben nog een grote box. Dit is ook zo'n mooie doos. Love it. En we hebben hier nog een klein bakje. Voor het geval dat we nog honger hebben. En we hebben sojabonen. Oh ja, wow, ik was het gewoon alweer vergeten. Ook lekker. Geweldig. Ik heb echt zeg maar met mezelf afgesproken dat ik niet mijn gel nagellak opfok. Want de salons zijn dicht. Ja, maar nu ga jij je nagels opfokken. Ja, maar ik heb geen gel lak. Heb je geen gel lak? Nee, dat is gewoon gel nagels. Ja, fuck die doos. Oké. Oh, ik moet hier echt wel even een foto van maken. Ja, dit is echt mooi. Dit is echt, oh mijn god. Dit is echt mooi gedaan, gewoon. Dit is niet zomaar, man. Hey, Geisha is altijd goeie. En hoe, zeg maar, er wel iets van bakjes bij dat waar we soja in kunnen doen? Of, Nee, moeten we even iets improviseren. Ik zei dat we al 5 minuten bezig zijn met überhaupt het uitpakken van het eten. Wil ik mijn trui uit? Weet ik niet. Ja, misschien wel. Hé, hey, zeg maar, doe jij wasabi in jouw... Nee. Oh. Dan doe ik het los. Dan doe ik het los. Ik wil gewoon wel even... Hey, geef me ook een stokje. Ja. Ja, je hebt daar ook gewoon stokjes hoor, kind. Oh, je hebt gelijk. Heel mijn auto daar onder. Zo lekker. Is het wel? Mhm. I'm a happy kid right now. Oh, dit is mooi. Ja. Oké. Zal ik alvast een vraag opzoeken? Ja, ik ben echt benieuwd. Oké, we gaan dus een soort van... Ik denk dat het juist wel leuk, omdat het zo lang geleden is dat we... Het is voor mij sowieso best wel lang geleden dat ik mijn hoofd heb laten zien op YouTube. Of echt een serieuze video heb opgenomen. Dus ik vind het ook echt wel leuk om... Ja, weet ik, vragen te beantwoorden. Ik heb 2 keer de vraag gehad wat mijn favoriete sushi is. Ook een stuk. Maar eigenlijk mijn favoriete sushi's zijn meestal dragon rolls. En eigenlijk bijna altijd die met gefrituurde garnaal erin. Ja, die is lekker. En wat is jouw favoriete? Ik denk die crispy. Crispy mayo. En dan dat er ook echt alleen maar die breudkruimels die er dan in zitten. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dat is ook echt mijn favoriet. Ik zit echt snel vol daarvan. Van die crispy. Ja. Een soort van brood wat erin zit. Echt lekker, man. Door Geisha vertrouw ik Sumo niet meer. Ja, wat dan? Nou, omdat als je dit vergelijkt, dan is... Sumo 3 keer niks. Het is gewoon droog. En gewoon... Oké, heb jij. Zo. Het is een hele happening, maar is zo lekker. Het is wel jammer dat je het eten niet ziet, hè? Ja. Het is natuurlijk het mooiste als het in beeld is. Eigenlijk wel. Maar dan kunnen we voor de volgende keer... Zullen we volgende keer met je mama zelf sushi maken en dan een sushi mukbang filmen? Ah! Jij hebt ook gewoon de helft gewoon niet. Mam! Kunnen we ooit weer fashion video's verwachten dat jullie outfits voor elkaar maken? Nou... Outfits, hoe? Ja, of wij ooit weer video's gaan maken. Wij deden toch wel stijlswap, weet je wel? Ja. Of we dat ooit nog een keer gaan doen. Oké. Ik denk, persoonlijk, dat als ik ooit echt over mode of over fashion weer video's zou gaan maken, dat het echt heel erg richting de... Nou, dat heb je mij gewoon niet nodig. Nee, niet dat ik jou niet nodig heb, maar dat ik meer het over de mode-industrie zou maken of zo. Want ik heb natuurlijk amfi gestudeerd. En ja, mijn hele visie en mijn hele beeld op de mode-industrie is gewoon veranderd.
daardoor natuurlijk. Dat kan ook niet anders als je mode gaat studeren. En daardoor vind ik het eigenlijk, weet ik eigenlijk niet of ik dan genoegen kan nemen met simpelere fashion video's nu. Zou je wat ik bedoel? Je bent te slim geworden. Nee, ik ben niet te slim. Ik ben niet te slim geworden. Maar ik zou dan bijvoorbeeld heel graag willen vloggen over duurzame mode of zo. Of over de impact van mode. Dat vind ik gewoon heel interessant. En dat is gewoon, ja, als je op een gegeven moment heel veel inleest over een onderwerp. Of heel veel ergens over leert. We raken beslagen. Ja, die raam doet het wel, dat gaan niet. Ik dacht wel. Maar dat ik dacht misschien als we luchten dat het ramen niet beslagen. Maar ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, ik vind dat veel interessanter om te kijken. En daarom dus ook om te maken. Dan dat ik echt een outfit zo vind. Maar ik vond, daar is mijn interesse is daar komt natuurlijk wel vandaan. Dus het was altijd superleuk om te doen. Maar ik denk dus niet dat je dat kan gaan verwachten. Vanuit mijn kant. Ik vind het wel leuk. Jenna is helemaal van, ik wil aankomende tijd eens heel veel. Nee, ik vind fashion wel heel leuk. Maar ik denk dat ik meer fashion content maak op Insta dan op YouTube. Ik vind het... Als je in outfits... Outfitvideo's kosten gewoon heel veel tijd. Oh my god. Echt heel veel tijd. En die tijd heb ik gewoon niet. Ja, nu dan even wel. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het voor Insta leuker om gewoon wat foto's te maken. Of misschien zo'n een reel of zo. Maar echt hele video's. Ja, misschien een shoplog of zo. Maar dan was het ook. Ja. Maar meestal doe ik dat gewoon in mijn vlogs laten zien. Dus ik vind mijn vlogs sowieso wel gerelateerd over lifestyle en fashion. Ja. En beauty. Sowieso. Maar aparte video's denk ik niet. Maar wat was nou de video die ze als voorbeeld gaf? Wat we een keer zouden maken? Gewoon dat we voor elkaar een outfit. Fashion video waarin jullie je outfits voor elkaar maken. Wat ik wel heel grappig vind, is dat die fashion swap. Ja. Dat zou nu weer heel anders zijn. Ja, maar mijn stijl is sowieso heel veranderd. Jouw ook trouwens. Ja. Maar alsnog anders van elkaar. Mm-hmm. Dus dat is wel echt heel grappig. Nou, ik zou het wel grappig vinden, maar ik denk... Nee, het staat sowieso niet op de planning. Ik heb een vraag, hoe ken je je vriend? Heb je dat nooit verteld op je YouTube-kanaal? Weet ik niet. Vast wel ooit, maar... Hebben jullie zeg maar samen zo'n video dat je echt zo... Die had ik wel, maar ik heb die offline gezet. Ik heb heel veel video's... Ik heb heel veel video's offline gezet. Mike en ik kennen elkaar van de basisschool. Wajo. En toen... Je moet zo'n foto van 2012 erin gooien. En toen daarna... We hebben iets van 7 maanden gehad. Toen hij in de eerste zat en ik in de tweede. Toen is het iets van 3-4 jaar uit geweest. En toen kwamen we daarna weer samen. En nu zijn we ondertussen alweer bijna 5 jaar verder. En gaan we eindelijk bijna samen wonen. Oh my god! Ik vind het dus zo grappig. Want ik heb dus eigenlijk het hele verhaal wat je nu vertelt. Ik heb een heel groot deel van het proces heb ik meegemaakt. Ja man, want er was gewoon een keer nog mee naar de Efteling toen. En ja, jij ging gewoon echt met ons om toen die eerste relatie. Ja, klopt. Ik ging zeg maar de eerste relatie met je om. En toen was het iets van 3 jaar uit. En dan zei je altijd tegen mij, ja, Mike is gewoon de enige jongen waar ik echt van heb gehouden. En dan dacht ik echt, waarom? Want jullie hadden altijd, weet je wel, van die... basisschool drama of zo. Echt wel van, ik snap het niet. Maar. Nou, we work together. Het blijkt. We're just a little love story. Yes. Wow. Cute little story. Ja. Yeah. Nee, maar dat blijkt. Dus dat vind ik wel mooi hoe dat dan heeft uitgepakt. Ja. Ik was er gewoon nooit overheen. Nog steeds niet. De love story is nu. Minder. Het is minder spannend. Maar. Ik kan 1 ding loslaten en dat is dat ik voor het eerst sinds Quinn heb ik alweer gewoon een guy ontmoet. Die liefde gewoon makkelijk laat lijken. Dat gewoon soort van alles heel, heel chill voelt waar ik me echt mee kan levelen en waar ik gewoon echt denk van... Ja, dat heb je nodig, want ik weet nog, je had een relatie met iemand. Ja. En toen was je echt zo van... Ja, hij kan mij gewoon niet geven wat ik nodig heb. Dus ik heb het uitgemaakt. Ja, nee, maar echt. Ik heb gewoon zoiets van, kijk, ik heb tijd en energie. En ik wil dat best wel in iemand stoppen. Maar als ik niet het gevoel heb dat ik dat terugkrijg, ja, laat dan maar. Mijn favoriete influencer. Influencer? Ja. Ojo, dat vind ik best een goede vraag, hoor. Dat zegt toch best wel veel over een persoon? Wat is mijn favoriete influencer? Ja, ik denk echt heel cliché, maar ik denk dan toch Monica Geuze. Waarom?
Ik vind haar gewoon lekker down to earth. Zeg. Ik weet niet hoe lang die was uitgevallen, maar... Okay, favoriete nou, influencer, ja. Dat is bij mij Monica Geuze. Gewoon omdat zij down to earth is en gewoon... Ja. Maar lekker... volg je haar ook echt nog? Mhm. Als je kijk je alle vlogs. Echt? Ja. Wow. Ze is eigenlijk een van de weinige vloggers die ik echt, echt vaak kijk. Maar ik vind gewoon eerlijk hoe zij... gewoon zegt wat ze denkt en wat ze vindt. Yeah. Ik vond bonding met haar. Zij op dezelfde jarig. Echt? Ja. Wow. Ja. Zij is ook een ram. Ja. Wow. 27 maart. Nou ja. Stuk. Het is wel weer 22 dit jaar, hè? Ja, man, zeg oud. Hé, hey, wij kennen elkaar 10 jaar. Ja. Een soort van. Bijna. Ziek. Echt ziek. Inderdaad. Ik weet echt niet. Ik heb eerder een favoriete artiest of zo dan influencer, denk ik. Ja, ik vind ook geen influencer type. Nee, weet je wat het is bij mij? Ik hou heel erg van. Sociale platforms gebruiken als creativiteit. Mm-hmm. Dus ik vind creatieve influencers dan wel leuk, maar ik zie dat dan eerder bijvoorbeeld als filmmakers en grafisch designers. Ja. Nou, dat vind ik dan, daar kan ik nog wel tegen opkijken, maar dat zijn niet per se mensen die een outfit show of laten zien hoe ze, ja, waar ze hun make-up halen of zo. Dat boeit me gewoon niet zoveel. Of mensen die over hun dagelijks leven. Maar in jou zit gewoon echt veel diepgang en in mij gewoon een stuk minder. Nou ja, er zit niet. Nou. Nou ja, diepgang. Ik heb gewoon. Ja, misschien wel. Ik hou. Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon van kunst, creativiteit en van veel lezen. Dus dan. Ja. Ja, dan heb je dat ook. Nou, er is niks mis mee. Nee. Ja. Dat is true. Toch vinden we elkaar heel aardig. Dat we heel verschillend zijn. Goed noemen. Nee, dat is echt wel zo. Ik heb dat echt wel soort van geleerd hoor. Dat ik waardeer het juist heel erg om met mensen om te gaan die heel anders zijn dan ik. Anders is het ook maar saai. Mm-hmm. Weet je wat ik heel vaak nodig heb? Gewoon mensen die lekker simpel denken. Ik vind dat echt super fijn. Dat jij zelf helemaal niet simpel denkt. Nee, precies. Maar ja, echt niet gewoon. Ja, daarom juist. Maar je bent wel makkelijk in omgang. Ja, klopt. Maar ik heb soms gewoon mensen om me heen nodig die gewoon mijn beide voeten aan de grond houden of zo. En dat zijn wel echt mijn Brabantse vrienden. Je Brabo's? Ja, gewoon mijn mensen die ik ken uit Brabant. Want ik woon dus in Amsterdam. Voor ruim twee jaar woon ik in Amsterdam. Ja, en daar is het echt allemaal... Dat zijn gewoon hele andere mensen die daar wonen. En dat merk je echt in alles. Echt van gesprekken tot omgang, tot kledingstijl. Yeah. Maar dat vond ik ook met... onze YouTube vrienden. Ja, dat die ook heel anders waren dan... ook heel anders dachten, hè? Ja, dat vooral. Ja. En het is niet zozeer een slecht iets of zo. Maar vind je dat dan juist chill? Dat je van die mensen kent die dan anders denken? Ik wil niet veel met mijn volle mond praten. Wat ik wel had met de YouTube groep was... Ik zat gewoon in een periode van mijn leven wat best wel naar was. Oh, ja. Waardoor ik niet kon levelen met iedereen. Ja. Iedereen was daar allemaal best wel gewoon... heel erg happy, de peppy en heel zelfverzekerd. En ik was dat gewoon niet door mijn situatie toen, zeg maar. Ja. Dus ik vond daar wel moeilijk mee omgaan. Terwijl ik het wel gewoon heel gezellig vond. En ik vond het juist fijn dat iedereen een eigen kledingstijl had. En iedereen creatief was en zo. Maar toch kon ik niet helemaal mijn plek erin vinden. Ja, precies. Bij sommigen wel. Ik had natuurlijk vriendinnetjes waar ik me wel gewoon... Waar ik echt goed mee kon levelen. Ja. Ja, de enige die ik eigenlijk nu nog spreek ben jij dan, maar je bent niet alleen YouTube-vriendin, maar je gewoon sowieso. Ja, precies. En Emma spreek ik dan nog regelmatig. Oh ja. En Sabrina. Oh ja, maar voor de rest spreek ik eigenlijk bijna niemand echt meer. Nee, precies. En ja, het is gewoon, ik weet niet, je hebt sowieso niet 100 vrienden nodig, vind ik. Maar ik weet niet. Ik vond het soms wel moeilijk om me te plaatsen toen die tijd. Dat snap ik wel. Maar ik snapte jou die tijd ook niet altijd, omdat mijn leven er zo anders uitzag. Jij was echt fucking irritant. Ja, snap ik. Snap ik oprecht. Terwijl, ik bedoelde echt, het... Ik kon me zo erg irriteren eraan. Ja, snap ik. Maar ik bedoelde het gewoon... Ik bedoelde het niet slecht, maar ik kon me daadwerkelijk niet plaatsen in jouw situatie. Nee. Waardoor ik jou niet begreep. Klopt. Terwijl,
ik er op een manier wel voor jou had willen zijn. Zeg maar op de manier dat jij het nodig had. Ja, het is niet dat je er niet voor me was of zo. Nee. Maar we levelden toen niet. Nee, we levelden gewoon niet qua... Ja, qua zulke dingen creatief misschien wel, maar voor de rest ja, niet, precies. Zeg maar. Ja. Dat was gewoon, frustrerend. Maar voor mij was dat sowieso, als ik terugkijk gewoon naar mijn puberjaren. En dat bedoel ik dan vooral tot en met mijn 18e, 19e, denk ik. Dat al echt gewoon echt een rotperiode uit mijn leven. Ja. Dus ik heb wel leuke dingen meegemaakt. Maar ik was gewoon, ik heb nu pas dat ik echt zoiets heb van, ik voel me eindelijk mezelf. Mm. Of zo, okay. Ja. Tenminste, nu pas vanaf mijn 19e, denk ik. Mm-hmm. En dat merk ik ook echt aan je. Ja. Ja. Het is ook niet per se dat we niet levelden, maar we waren echt twee andere uitersten. Ja. Dat waren wij gewoon. Jij was altijd, zeg maar, echt het overblije, zorgloze meisje. Ja. Die altijd positief was. En niks was erg, zeg maar. Ja. En jij zat gewoon in een depressieve periode. Ja. Ja, dus dat is gewoon... kut eigenlijk, omdat we elkaar gewoon niet begrepen. Nu achteraf gezien begrijp ik dat wel. Ik vind het wel leuk dat we dan wel gewoon vriendinnen zijn gebleven. En als ik hetzelfde had meegemaakt als wat jij had meegemaakt in je leven, dan had ik precies hetzelfde ingestaan als jij, snap je? Ja, denk je? Ja, nou ja. Ja, ik kan wel goed met dingen omgaan, maar ja. Het, zeg maar, ik heb ook niet vroeg in mijn leven moeten delen met heftige dingen. Ja. Ja, ik denk dat sowieso iedereen er anders op reageert. Maar ik zou mezelf echt gehaat hebben. Ik zou geen vriendinnen met mij zijn geworden. Nou ja, ik kan er gewoon makkelijk doorheen reiken. Ja, maar jij haalt niemand. Nee, dat klopt echt. Nee, ik ben echt... Jij vindt iedereen aardig. Ja, klopt echt. Ik in principe ook wel. Alleen je hoeft niet echt iets bij mij te flikken. Nee, ik kan wel snel klaar met iemand zijn. Ja, dat heb ik ook. Ik heb heel vaak dat ik het idee heb dat mensen een vooroordeel over mij hebben. In principe, als je aardig doet tegen mij, doe ik aardig tegen jou. En dan is er niks aan de hand, zeg maar. Ja. En je hoeft niet bepaalde dingen te flikken gewoon. Nee. En ook als jij echt een hele rare instelling in het leven hebt, dan ook al snel iets van, oké, ik vind je wel aardig, maar ik hoef niet met jou in de buurt te komen verder, zeg maar. Ja. Ik hoef geen vrienden met je te zijn. Ja. Dat klinkt heel gemeen, maar ik wil gewoon de mensen om me heen waar ik blij van word. Nou ja, ik denk wat ook wel was, zeg maar, wat ik in mijn vriendschap met jou kon vinden, was dat ik, dat het goed lukt om bijvoorbeeld... om samen creatieve dingen te maken. Om samen mooie dingen te maken. Dit is een heel mooi shot. Nee, maar wat ik bij heel goed kon was dat we samen mooie dingen maakten. Dat we dat samen, dat we er echt geïnteresseerd in waren. En dat had ik bij de rest van mijn vrienden ook niet. Dus daarom vond ik het wel gewoon heel, ja. Ja. Tuurlijk vond ik het leuk om met jou om te gaan. Ik vind het echt gek. Er staat daar gewoon een thuisbezorgbusje van de Albert Heijn. Terwijl hier de Jumbo zit. Maar die guy is gewoon pauze aan het nemen volgens mij. Weird. Ligt eraan waar ik open over ben. Op, Ja. Maar tot nu toe ben je best wel open geweest over veel dingen. Uh-huh. Je hebt geen bord, hè? Ja, lekker. Oké, nou, ik heb dus over mijn opleiding. Welke opleiding doe je en wil je er meer over vertellen? Nou, dat kan ik op zich wel, kan ik wel snel op zijn. Ik doe communicatie. En ik leer... communicatie op elk vlak. Intern, extern, marketingcommunicatie, corporate communicatie, bedrijfscommunicatie. Dat eigenlijk. Maar ook mondeling. Ja, nou, gewoon echt alles op het gebied van communiceren. Ik doe alleen maar een real life talk gewoon. Ik heb het op school geleerd. Het is effectief. Nee, maar ja. En daarvoor deed ik amfi, dus daarvoor studeerde ik mode. We hebben een vraag, hoe kennen wij elkaar? Van een feestje van een gezamenlijke vriend van ons. Dit is echt sorry, maar ik heb nog even weer. Ja, wel? Weet ik niet, ik weet het echt niet. Ja, volgens mij van dat feestje. Welk feestje? Van Roeland. Oh, wojo. Als je dit nooit meer had opgebracht, dan was ik het ook helemaal vergeten. Zo leuk was dat feestje. Nee. Als ik had voor een goeie feestje. Bij dat feestje. Ja. Toen, ik weet niet hoe we aan de praat zijn gekomen, maar toen vonden we elkaar aardig. Nee, maar toen niet veel later was het gala.
Ja. En toen gingen we ook met elkaar praten. Oké, okay, even voor de duidelijkheid. We zaten bij elkaar op de middelbare school in Roosendaal, maar we zaten niet bij elkaar in de klas. Dus ik deed VWO. Ja. Je deed HAVO, toch? MAVO, HAVO. Ah, ja. MAVO, HAVO. MAVO, HAVO. Ja, dus, wij kwamen helemaal niet per se met elkaar in contact, want we zaten ook in een ander gebouw. Nee, toen nog niet. Toen zaten we nog wel op hetzelfde gebouw, alleen zij zat op de andere vleugel. Ja, zat op de A-vleugel en zij zat op de C-vleugel. Dus we kwamen elkaar in de gangen eigenlijk gewoon nooit tegen. Nee. Dus het moest echt van iets anders komen. En volgens mij hadden wij elkaar ook wel eens benaderd van... Hey, of op Hives of zo. Hives, ja. Want Hives. Jij maakte allemaal vette foto's op Hives. Ja, precies. Dus ik ging jou toevoegen en ik ging jou allemaal stalken. Ja. En toen was het in één keer van... Oh ja, even foto's maken. En toen... Ik heb de hik, help. En toen werden we vrienden. Toen gingen we samen foto's maken en filmpjes maken. Toen gingen we die Tumblr-achtige foto's maken met onze American shorts. Yo. Geweldig. Ik heb die laatst nog op mijn Instagram gepost. Volg je mijn Instagram? Wat is Instagram? Nou, zeg maar je lelijke Instagram. Oh. Ja, ik zag het inderdaad. Ik moet er ook echt gaan aanmaken. Ja, dat is echt leuk. Ik ga dat ook doen. Het is gewoon mij, maar dan ongefilterd. Ja, dan gewoon alleen voor je vrienden. Ja. Ik heb dat ooit gehad, maar toen heb ik het verwijderd. Ja, het is gewoon leuk. Het is niet alleen maar ugly selfies, maar zeg maar... Ook soms heb ik geen zin om hele verhalen aan vrienden uit te leggen en dan leg het in een foto uit of zo. Goeie. Ja. Ik ga het ook aan maken. Ja, nice. Nou, in ieder geval, letterlijk die foto waar je het over hebt. Wat zouden jullie willen leren waar jullie nu nog niet goed in zijn? Ik heb een 2021 doel voor mezelf gesteld. Weet je wat mijn doel is? Vertel. En ik denk niet dat ik het... volgend jaar gelijk al kan bereiken. Of gelijk al kan behalen. Maar ik wil gewoon die ene chick zijn in de vriendengroep. Die gewoon altijd lekker kan koken. Dat je weet, oké, als je bij Femke komt. Dan weet je gewoon dat je lekker eten op tafel hebt. Maar, dat is mijn doel om te zijn. Dus ik wil gewoon heel veel kookworkshops van mama gaan volgen. En gewoon alle ingrediënten kennen. En gewoon... Een keer mee. Ja, een keer mee koken? Ja. Ja, maar even serieus. Je hebt toch altijd één iemand... in je leven die je kent, als je weet, als je daar langskomt, dan weet je dat je altijd gewoon goed eten hebt. Ja, mama. Ja, letterlijk mijn moeder. Maar ik vind dat effect wat zij heeft, dus zeg maar dat ik gewoon puur en alleen mensen wil uitnodigen, omdat ik dan gewoon weet van, gewoon bijna hun ervaring kan bieden van, jij gaat lekker eten bij mij en dat gun ik jou en daarom wil ik jou meenemen. Ik wil gewoon dat mensen dat bij mij aan de eettafel kunnen ervaren. Dat is zo typisch Indisch. Zo'n Indonesische gedachte. Mijn stiefvader kan ook echt de beste biefstuk of vlees maken. Ach, ja. Waarin ik ook altijd zeg tegen iedereen, kom bij ons barbecue. Want hij maakt zo goed vlees, weet je wel. Ik kan het bevestigen, want ik heb bij jullie gebarbecued. Ja, maar hij is zo goed in vlees maken. Maar dat is gewoon echt typisch Indisch. En hij is ook Indisch. Ja. Dat is goed om te vertellen natuurlijk. Ja, maar even serieus. Dat is echt mijn doel. Ik wil gewoon goed kunnen koken. En oké, natuurlijk. Ja, want oké, dat is tenminste iets waar ik echt niet goed in ben. Ik wil ook nog beter leren editen en nog beter leren muziek maken of zo. Maar dit kan ik echt niet. Ik wil ook wel kunnen koken, want we gaan daar dan op ons cellfoon. Dus dan wil ik ook gewoon meer kunnen. Oh ja, ben jij... kook jij vaak voor jezelf thuis? Koken is niet erg om te doen, maar het probleem is... alles wat ik leuk vind om te koken en ik lekker vind mijn stiefvader niet lekker. Echt wat dan? Nou, gewoon net zoals pasta's met witte saus, daar houdt hij niet van. Of pasta's met vis erin, houdt hij niet van. Hij houdt niet van taco's of burrito's, Mexicaans, gewoon daar houdt hij niet zo van. Ik hou heel erg van verschillende hapjes. Hij wil dat gewoon een groot bord vol mee eten. Hij houdt gewoon van groente, vlees, aardappelen, weet je wel. Maar ik wil wel als Mike en ik gewoon samen wonen, dat we gewoon wel kunnen koken. Want Mike en ik vinden op zich best wel veel hetzelfde lekker. We hebben samen een pannenkoekrecept dat echt mijn B is. Spek met brie. Zo lekker. Ik eet altijd als ik pannenkoeken ga eten, eet ik pannenkoeken met spek en brie. Spek en brie is zo fucking lekker op pannenkoek. Ik hou dus ook gewoon niet van zoet op pannenkoek, maar... Nee, spek en brie is echt top. Ja. Echt top. Moet ook weer een keer maken. Ja. Maar wij doen dan ook met rucola en walnootjes en honing en zo erbij. Nou, zo lekker. Oh yo, ik kan een keer als jullie in Oudenbosch zijn gesetteld, kom ik een keer kopen. Ja. Nou, dat is leuk, hè? Ja, gaan we doen. Ja. Het staat op film nu, dus... Nee, maar dan kan ik even mijn skills oefenen. Is goed. Ga ik de tafel mooi dekken en zo? Ja, gaan precies. Gaan we een restaurantje spelen? Ja, sowieso. Ja, dat vind ik dus echt geweldig. Want ik moet best wel zeggen dat... gezellig samenkomen om te eten... ook al is het met je gezin of ook al is het met een klein groepje vriendinnen... dat heeft me best wel gered
door deze lockdown. Ja, maar ik verheug me ook echt gewoon op gezellig eten en zo. Net zoals ik weet dat we mijn nieuwjaar gaan voor metten. Ik heb daar nu al gewoon echt zin in. Ja. Zeg maar, eten brengt echt... Maar ik hou gewoon van eten. Ja, ik ook. Ja, ik zie dat... al wel weer. Nee, ik weet eigenlijk niet wat ik goed wil leren. Maar niet misschien iets binnen je professionele carrière? Want je hebt toch niet al je certificaten binnen? Nee, maar... Ik wil beter... Ik wil perfectietrainingen doen. Qua wimpers. Het is zo. Ja, gewoon die sets nog mooier maken, zeg maar. Oh, als in dat je gewoon het meer gaat... meer zet. Of is er, perfectietraining is echt, zeg maar, de tips en tricks om echt zo mooi netjes een set te zetten. Want ja... Ik vind het nog niet netjes genoeg, zeg maar. Ja, maar dat is toch wel een doel op zich. Iets wat je wel leert. Ja, dat is op zich wel een doel, maar ik vind het nog niet echt een heel spannend doel, want in principe kan ik het al. Dus het is niet echt iets nieuws. Ik wil er gewoon beter in worden. Maar dat is eigenlijk met alles wat ik doe. Uiteindelijk wil je overal beter in worden, lijkt mij. En voor de rest, ik weet wel een goede vraag. Mm-hmm. Volgens mij stond dat ook gewoon bij mijn vragen trouwens. Goals voor 2021. Ja, wat zijn jullie doelen voor 2021? Goals voor 2021. Oh, ja. Het is gewoon meer een keer. Nee, mijn doel 2021 alweer. Is ik wil dan gewoon lekker gesetteld zijn. Met mijn huisje. En die zo maken naar hoe ik het wil. Hoe wij het willen. In je hoofd denk je. Ik heb voor mezelf al heel moodboard. Maar ik moet maar nee. Gewoon... Zien. Nee, maar op zich hebben we wel dezelfde smaak. Dus dat is wel fijn. Ja, dat geloof ik. Nee, ik heb gewoon echt zin om te settelen gewoon samen met Mike. Want ik ben gewoon toe om samen te zijn. Mm-hmm. En gewoon dat je niet meer na werk nog naar elkaar moet. Maar dat je gewoon thuis komt en samen op de bank plof. Zeg maar gewoon echt ja, een beetje dat huisje, boompje, beestje idee. Ja. En zeg maar letterlijk mijn grootste nachtmerrie. Ja, jouw grootste nachtmerrie, ja. Mijn grootste droom. Ik hoop dat ik qua werk meer vastigheid heb. Want nu weet ik niet ja, hoe lang ik daar ga blijven natuurlijk. Maar ik vind het wel echt leuk daar. Dus ik hoop dat ik daar gewoon kan blijven. Doelen stellen in 2021 is best wel lastig. Omdat je niet weet waar je heen kan door de corona. Het is allemaal ja, dramatisch. Qua werkgebied, stel ik zou mijn werk hier verliezen. Omdat we zijn nu 5 weken dicht. Ik maak me dan wel zorgen of we het wel redden of niet. En ik denk dat heel veel mensen in die situatie zitten met werk wat dicht is. Ja, absoluut. En ik denk dan al gelijk naar van, maar als dat wegvalt, waar kan ik dan terecht? Want er zijn zoveel mensen werkloos. Ja. Yeah. En het is niet zeg maar dat ik te lui ben om te gaan werken, maar gewoon het is zo veel mensen die werkloos zijn nu door heel die corona. Heel de horeca ligt plat, weet je wel. Ja. Yeah. Evenementenbranche ligt plat. Ja, zoveel mensen die geen werk hebben. Dus dan is gewoon het werk... Ja, het werkaanbod is gewoon zo weinig. Dus daar maak ik me soms wel druk over. Dus ik kan daar ook niet echt een doel in stellen. Ik had heel graag nog naar Bali gewild. Maar ja, wie zegt dat dit jaar dat Bali open is? Want het is afgelopen jaar dicht geweest. Ja. Dus het is, ja, ik vind een doel stellen. Ik had heel veel doelen in principe. Ja. Maar door de situatie nu is dat allemaal een beetje wazig of zo. Ja, snap ik wel. Het is gewoon moeilijk. Het is lastig vooruit te plannen of om ergens echt naar uit te kijken. Dus het enige waar ik me nu gewoon lekker op focus is gewoon mijn eigen plekje hebben. En dan kan ik gewoon vriendinnen uitnodigen wanneer ik zelf wil. Gewoon dat ik gewoon mijn eigen ding kan doen en dan ben ik gewoon blij, denk ik. Ik wil gewoon mijn huisje klaar. Ja. Daar ben je al tenminste, daar ben je echt goed mee op weg. Ja. Leuk, je gaat settelen. Weet je hoe lang jij dit al wilt? Ja, heel lang. Je hebt het er al zo lang over en het is nu best wel soepel verlopen of zo. Ik vind ook waar jij gaat wonen, vind ik ook helemaal... Ik ben echt helemaal blij voor je. Ik ben benieuwd wanneer het klaar is, want... Ik had gezegd februari, maar het kan ook maart zijn, want natuurlijk... Door die lockdown en zo kunnen we niet echt kijken voor een badkamer of zo. Nou ja. Maar zulke dingen. Het gaat gewoon wat langzamer. Ja. Maar ik kan ook een beetje sparen. Dat wel, maar ik begin wel steeds ongeduldiger te worden. Dat heb ik ook. Ik kan niet eens voor een bank gaan kijken nu. Ja, snap ik. Mijn doelen voor 2021... zijn in principe best simpel ook. Ik wil sowieso mijn studie halen. Of ja, dit jaar van mijn studie halen. En daarnaast heb ik wel als doel gezet om gewoon echt lekker veel te maken. Ik hou gewoon heel erg van dingen. Ja, creëren, content maken. En ik ben afgelopen weken ben ik heel erg bezig geweest met mijn harde schijven een beetje sorteren. En alles een beetje opschonen en zo. En ik merk ook daadwerkelijk dat ik in mijn tienerjaren heb ik zoveel toffe content gemaakt. En kan ik zo
zo duidelijk groei zien in periodes. En nu ligt dat echt even stil. En dat is natuurlijk helemaal logisch, omdat ik op mijn studie heb gefocust. En heel veel ja, dingen wat niet met creëren en maken en creativiteit te maken heeft, daar heb ik me op gefocust. Dus dat is ook gewoon van belang. Alleen ik wil nu juist weer even mooie dingen maken. Dingen waar ik trots op ben, mooie projecten maken. Dat is bij jou erg lastig, want je bent zo perfectionistisch. Ja, ik ben heel perfectionistisch. Vind ik op zich niet erg. Maar ja, ik zou dat ook wel even meer willen loslaten. Dat ik gewoon mooie dingen naar buiten pomp. En dan zie ik wel wat er mee gebeurt. En waar het me brengt. Stage goed afronden. En ik wil, ja, ik wil gewoon echt leren koken. En ik wil ook gewoon weer meer, ja, meer muziek maken. En ja, gewoon films maken, muziek maken, mijn studie afronden. En ja, dat zijn wel echt doelen voor mij. En leren koken. Dus. Ja, ik wil dat echt leren koken. Dat heeft ze zo 5 keer genoemd of zo. Ja, als ik nu volgend jaar niet kan koken, ja, dan heb ik gewoon gefaald, man. Gewoon gefaald. Ja. Nou, misschien moeten we dit vaker doen. Ik vond het lekker om weer even te kletsen. Ja. Over het leven. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Bye!